Georgina Gelder, ik ben 21 jaar en ik woon in Veltham. Eigenlijk zit ik wel veel in Gent omdat ik hier studeer en aan het sport beoefen. En mijn sport is acrologie. Ik ben begonnen door mijn buurvrouw, die had gevraagd dat ik acrologie mag komen proberen in Waadschim en in Veltham. Ik ben daarmee begonnen, dan 5 jaar daar in Turnt. Ik vond dat altijd superleuk natuurlijk. En dan ben ik gescout door het topsportcentrum in Gent. Nu zit ik al 10 jaar hier. Leuk om iets anders te doen als andere mensen. Normale mensen studeren, genieten van het studentenleventje en ik zie veel van de wereld door eigenlijk veel te reizen, door op wedstrijd te gaan naar verschillende landen. Ook gewoon de mooie resultaten halen. Daarbij krijg ik eigenlijk nog altijd meer motivatie om verder te blijven trainen en ja, er harder voor te blijven werken. Examenperiodes. Dus herexamen zit er ook wel altijd in. We trainen elke ochtend van 7:30, dus het is niet dat ik 's avonds kan zeggen, ik ga nog iets gaan drinken. Soms doe ik dat wel, maar dan zie ik de volgende dag echt wel extra af. Mijn vriendinnen en mijn vrienden rondom mij snappen dat wel, mijn ouders snappen dat ook. Ik moet er wel veel voor opgeven, maar ja, als je mooie resultaten in de plaats krijgt, weet je voor wat je doet. Wel extra genieten van het leven. Mijn trainer kijkt er eigenlijk heel hard naar op. Die heeft mij vanaf hier in mijn eerste jaar in Gent echt goed getraind. Ik heb ondertussen ook een hele goede band met hem opgebouwd. Dat is niet alleen mijn trainer, maar ik kan daar ook dingen aan zeggen als ik echt problemen heb. Bijvoorbeeld als het met op school minder gaat. Ik heb thuis iets wat ik thuis niet kan zeggen. Dat is echt al een vriend geworden. En daardoor, ja, die steunt mij ook in moeilijke periodes. Dus daarom is dat echt wel de persoon die mij altijd helpt. Ik vind Leuven wel echt een gezellige stad. Het is niet dat ik daar zoveel ben. Ik ga af en toe wel eens iets drinken op de oude markt, maar dat is niet echt dat dat veel voorvalt. Omdat ik eigenlijk altijd in Gent zit en ik ben maar 1 dag per week thuis. Dus meestal ben ik moe van heel de week en blijf ik gewoon lekker thuis in mijn zetel zitten.